Eigenlijk na het baddengevecht zei mijn lichaam, nee, dit is klaar. Ik kreeg mijn lichaam gewoon niet meer op gang. 2 jaar, intensief met mijn lichaam bezig geweest voor de baddenwedstrijd. Dus hem hebben we nog zeg maar verslagen, maar daarna was het gewoon niet, gewoon klaar. Gewoon net als de stekker eruit werd getrokken. Het moment dat ik besloot, ik stop hiermee, dat was maart, eind maart, had ik geen last meer van mijn blessure. Het is dus nu niet van, oh ja, we gaan wel weer vechten. Ik had voor mezelf, weet je wat, laat me maar even 6 maanden goed blijven, dan kijk ik het wel. En toen ja, was ik er al zo uit, dat het gewoon geen zin meer ook. Vechten is klaar. Het is leuk geweest, 25 jaar volgehouden. We hebben hele mooie nieuwe doelen. Ik geloof dat de doelen gaan aanslaan. We gaan gewoon gas geven met nieuwe dingen.